In Winterswijk zijn vele onbekende plekjes waar veel winterswerkers zelfs nog nooit geweest zijn. Een van die plekjes ligt hier midden in het Wold. Ik ben in de buurt van de winkel Sterren. Daar is de Omverharenweg die vanaf de Woldseweg richting feestgebouw in het Wold loopt. Vanaf dit bankje kijk ik uit over een typisch Wolds landschap. Kleinschalig, vormen een hooiland. Rondom me heen bosjes en bos. En langs de wegen heel veel oude eiken. Maar vanaf het bankje zie ik ook iets bijzonders. Vanaf deze afstand lees ik het woord baksteenproductie. En ik zie een overkapping. Onder die overkapping zie ik een veldoven. Die veldoven is nu goed zichtbaar door die overkapping. Maar wie hier 20 jaar geleden kwam, zag er nauwelijks iets van. Die oude veldoven die in verval was geraakt, lag nog helemaal in de open lucht en was helemaal begroeid geraakt. Er bovenop stond zelfs een eik. Persoonlijk vond ik dat een prachtig gezicht. Verval hoort ook bij het landschap en misschien bij de natuur. En ja, waarom zou je af en toe een oude boerderij of zo'n veldoven niet in elkaar laten storten en helemaal teruggeven aan de natuur? De natuur is niet haardragend. Binnen de kortste keren maakt hij weer gebruik van de ruimte die planten en dieren wordt geboden. In Winterswijk worden nog steeds bakstenen gebakken. Bijna iedereen weet wel dat aan de Mistweg de vlijt ligt waarin klei uit de groeven wie een eind verderop ligt wordt gebakken en leidt tot een bepaald soort baksteen waarvan de kleur meteen herkenbaar is. Dat bakken van de bakstenen bij de vlijt, dat is natuurlijk behoorlijk grootschalig. Maar dat bakken is overal in Winterswijk kleinschalig begonnen. Zeker in het Wold zit er heel veel keileem in de ondergrond. Dat is natuurlijk lastig voor de boeren, maar het bood in het verleden door kansen. Want dat keileem kon je ook gebruiken om stenen te bakken of dakpannen te bakken. Overal in Winterswijk kom je ook wel de aanduiding leemkuilen tegen of tichelgaten. En ja, dat zijn allemaal plekken waar blijkbaar voldoende leem in de ondergrond zat om stenen te bakken. In de richting waar ik nu naartoe kijk, daar ligt een eindje verderop een klein bosje. Maar als je bij dat bosje gaat kijken, zit daar nog een flink gat in de grond. En dat is dus die afgegraven leemkuil. Dat is nu weer een mooi stukje natuur geworden. In het verleden zijn daardoor dus veel boerderijen ook gebouwd gewoon van baksteen wat lokaal werd gebakken. Niet alleen brood van de lokale bakker, maar ook baksteen van de lokale bakker. Zo is het op vele plekken in het buitengebied van Winterswijk. Je wandelt niet alleen door de natuur, maar er is ook voortdurend cultuurhistorie aanwezig. Die cultuurhistorie is zichtbaar in het landschap, maar ook door de restanten van zo'n steenoven en zo'n tichelkuil krijg je een indruk van gewoonten die verdwenen zijn. Deze veldoven bevindt zich op een van de vele landgoederen van Winterswijk. Dat landgoed heet tegenwoordig het Winkel het Lintum. Voor mijn gevoel ligt het Lintum een eindje verderop. En het Winkel, ja, dat is de naam van deze omgeving. Maar zelf noemde ik vroeger
dit gebied allemaal het landgoed Gosselink. Namen veranderen, maar de karakteristieken van deze omgeving zijn gebleven.